Coalitie vindt dreigende sluiting Mozaqua in aderlating. Een interventieteam valt camping binnen. Een door de Heuvelland-gemeente speciaal opgezet interventieteam is er ingevallen bij camping Europarks in Bergen ter Blijt. De gemeente Valkenburg aan de Geul ontving signalen dat er zaken op de camping gebeurden die niet mogen. Dat bleek uiteindelijk ook juist te zijn. Het interventieteam, dat werd bijgestaan door politie en brandweer, constateerde dat in een huisje prostitutie plaatsvond. In een ander huisje was er sprake van permanente bewoning en dat is in Nederland niet toegestaan. Burgemeester Daan Prevot laat in een schriftelijke reactie weten: "We voeren deze controle preventief uit. Het doel is beter zicht te krijgen op wat er zich achter de slagboom van het vakantiepark afspeelt. Door de anonimiteit op het vakantiepark kunnen er zaken spelen die strafbaar zijn. Denk aan henneplantages, drugslabs of prostitutie in vakantiehuisjes. Uit onderzoek blijkt dat de huisjes zich ook goed lenen voor criminele investeringen en witwassen. En dat willen we tegengaan." De gemeente Valkenburg aan de Geul is koploper op het gebied van misdrijven. In Valkenburg wonen 58 verdachten van een misdrijf per 10.000 inwoners. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De gemeente Meersen volgt met 55 verdachten per 10.000 inwoners. In Vaals wonen er 50, in IJsselmargraten 43 en Gulpen-Wittem sluit de rij met 38 verdachten. Het totaal aantal verdachten is het meest in IJsselmargraten met 100. In Valkenburg aan de Geul en Meersen is dit aantal 90. In Gulpen-Wittem en Vaals 50. Ruim een kwart van alle verdachten was jonger dan 23 jaar. De eventuele sluiting van zwembad Mozaqua heeft ook buiten Gulpen voor verbazing gezorgd. De Valkenburgse coalitie vindt de sluiting van het zwembad een aderlating voor de bewoners van het Heuvelland. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft uiteindelijk wel besloten om het binnenzwembad in de Polvermolen te sluiten. Yes, bij ons is dat ook jarenlang een zware discussie geweest binnen de politiek Valkenburg. Hoeveel blijf je bijdragen aan de exploitatie van een zwembad? Dus ik snap de discussie. Maar ik snap ook dat het heel veel pijn doet als dadelijk het zwembad van Gulpen hetzelfde lot is toebedeeld als het zwembad hier in Valkenburg. In de gemeente Meersen heeft dezelfde discussie gespeeld. Het zittend college wilde toen vanwege te hoge kosten ook van het buitenzwembad de Parel af. Na jarenlang discussiëren over wel of niet openhouden kwam in 2017 een duidelijk antwoord. Ja, het is nu klaar. Het zwembad moet gewoon dicht. Dus per mei 2017, als er niemand vanuit de bevolking van Meersen opstaat om het zwembad te willen exploiteren, gaat het gewoon dicht. En dat gebeurde uiteindelijk. Waar in Valkenburg het zwembad dicht ging, werd in Meersen het zwembad gered door vrijwilligers. Hetzelfde wat ook in Mozaqua gebeurt. De kosten ieder jaar werd hier geloof ik 80.000 of 90.000 euro aan Heton betaald om het zwembad te exploiteren. Op een gegeven ogenblik moest bezuinigd worden. Ja, het eerste wat aan de bezuinigingen was natuurlijk het zwembad. We zijn toen als vrijwilliger naar de gemeente gestapt. En zijn met plannen gekomen om het zwembad als een vrijwilligersbad te gaan runnen. En dat is gelukt. Het hele zwembad werd opgeknapt en draait nu volledig op eigen kracht. In Valkenburg is de politiek nog steeds verdeeld over of het zwembad bij hun wel had moeten sluiten. Ja, bij de ene politieke partij wel, bij de andere niet. Natuurlijk, die kostenafweging die heeft elke partij zelf gemaakt. Maar wij vinden het nog altijd een van de grootste missers in politiek Valkenburg dat we het zwembad hebben dichtgegooid. Schepers van zwembad Meersen heeft geen begrip voor de actie van de gemeente Gulpen-Wittem. Nou, ik vind het eigenlijk, ja, je ziet hetzelfde gebeuren als wat in Meersen gebeurt, wat in Valkenburg gebeurt. Dus overal gebeurt hetzelfde. Moet er bezuinigd worden, het eerste wat aan de beurs is een zwembad. En een zwembad is toch volgens mij toch een prioriteit voor een gemeente. We hebben het over vitaliteit, over jongeren op gezond gewicht. Wethouder Jos Last van de gemeente Gulpen-Wittem vindt het bijzonder dat juist Valkenburg zich nu uitlaat over zwembad Mozaqua. Het was natuurlijk handiger geweest vanuit de gemeente Valkenburg toen zij het voornemen hadden om het zwembad te sluiten. Als ze met ons kwamen praten, zijn er mogelijkheden om samen iets te doen. Het is nu een beetje voor mij een gevoel van mosterd naar de maaltijd. Maar goed, ze zijn alsnog uitgenodigd om hierover te komen praten. Thomas Brune vindt dat er nu regionaal gekeken moet worden naar de zwemproblematiek. Als het echt blijkt dat het zoveel tonnen extra gaat kosten, dan zou ik zeggen, jongens, we willen toch steeds meer regionaal gaan samenwerken. Waarom zouden we niet die zwemproblematiek als eerste aangrijpen om regionaal een standpunt te maken richting provincie? Wij willen een goed regionaal zwembad.
En provincie, pakken jullie dat samen met ons op? De coalitiepartijen in Valkenburg aan de Geul willen nu van het college weten of er cijfers beschikbaar zijn over hoeveel zwemmers vanuit Valkenburg naar Gulpen gaan om daar te zwemmen. In 2023 is het aantal bezwaren dat mensen hebben gemaakt tegen hun WOZ-waarde fors gestegen. De gemeente Meerssen is koploper in het Heuvelland. Daar werd vorig jaar voor 17,8% van alle woningen bezwaar ingediend. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de waarderingskamer. Op Vaalsna stegen ook in de andere Heuvelland-gemeenten de bezwaren. Meerssen ging van 11,2 naar 17,8%, IJsden Margraten van 3,8 naar 16,7, Gulpen-Wittem van 6,8 naar 16,6 en Valkenburg aan de Geul van 5,8 naar 12,9%. In Vaals was er maar een geringe stijging, daar gingen de bezwaren van 8,1 naar 9%. De stijging is te verklaren door de fors gestegen huizenprijzen. Gemiddeld was dit 17%. Hierdoor stegen ook de WOZ-waardes. Verder werden huiseigenaren overstellend met aanbiedingen van commerciële bureaus die volop gratis hulp aanboden bij het indienen van een bezwaar. Vorige week speelde VV Walrom uit Valkenburg uit tegen RKHSV in Maastricht. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden, aangezien beide ploegen na 16 wedstrijden exact hetzelfde aantal punten hebben. RKHSV ontvangt Walrom op Sportpark Heugem. Als we naar de stand kijken van de derde klasse A is het boven in de competitie erg spannend. Met 6 ploegen binnen 4 punten van elkaar. Walrom moet als nummer 4 uit tegen nummer 5 en kan dus goede zaken doen voor de strijd om het kampioenschap. De ploeg uit Valkenburg begint goed aan de wedstrijd en komt na een kwartier op een 0-1 voorsprong. Na een dik half uur krijgt RKHSV een penalty. Deze wordt benut, wat de stand weer gelijk maakt. Walrom komt goed uit de kleedkamer en waar de eerste goal nog wordt afgekeurd van buitenspel, is in een paar minuten later wel raak. Dit keer blijft de goal staan, 1-2 voor Walrom. De voorsprong lang vasthouden lukt de ploeg uit Valkenburg echter niet. Als het 3 minuten later alweer gelijk staat, een solo goal van de ploeg uit Heugem. Na een korte pauze vanwege de blessure van de grensrechter kunnen we verder. Beide ploegen krijgen nog kansen om de wedstrijd te beslissen. In het laatste deel van de wedstrijd lijkt Walrom toch nog op zoek naar de 3 punten. Er lijkt nog een penalty te komen, maar de scheid ziet er niks in. Daarna weet Walrom nog in de extra tijd te scoren, alleen is dit de tweede goal die wordt afgekeurd, ditmaal vanwege een overtreding op de keeper. De wedstrijd eindigt in een gelijkspel, het blijft echter bloedstollend in de stand als alleen de nummer 2 scharren 3 punten weet te pakken. De trainer van Walrom is niet tevreden met de uitslag van deze wedstrijd. Nee, niet tevreden. Daar zat meer in en had ook gedacht dat het ging lukken. De eerste helft speelde heel goed, we moeten op 2-0 komen. De kans voor 2-0 kwam en die maken we niet. En in de tegenaanval kregen we ongeluk in de penalty tegen. Dan wordt het 1-1, maar de eerste helft over de baas over het hele veld. De trainer van Heugem is wel tevreden met het punt en vond het vooral een leuke wedstrijd om naar te kijken. Er zat alles in. Het doelpunt, ik denk tactisch schouwspel. Ik denk het technisch een heel goed verzorgd Walrom. Je ziet gewoon een hele goede ploeg is, goed op elkaar ingespeeld is. En was aanpoten voor ons. Maar op een gegeven moment kregen we de grip op. En dan zie je dat we ook een hele leuke voetballende ploeg hebben. En daar niet onder hoeven te doen. Ja, dat is een mooi compliment. Maar dat vind ik ook. We spelen heel goed verzorgd voetbal. En voetballen ook de hele tijd door. Trainer Fer van Melsen houdt er niet van om naar de ranglijst te kijken. Ja, en ik kijk altijd van wedstrijd zelfs vaak helemaal niet. Dat heb ik met de jongens nooit over de ranglijst. Ik zeg altijd, eerst volgende wedstrijd is de belangrijkste. Die moet je winnen. En als je dat altijd doet, kom je van een op de plek waar je graag wil staan. Hè. We zijn dus weer in speelronde verder, waarbij dezelfde 6 ploegen nog steeds binnen 4 punten van elkaar staan.